Misschien wel leuk om te vragen aan Kim. Kim, ben jij echt ook Tilburg? Ja, ik ben echt Tilburger, zeker. Ja, geboren, getogen, import. Geboren en getogen, ja. Geboren en getogen. Welke hoek? Tilburg, hè. Jij dus... welke hoek van de stad? We hebben Noord, Oost, Zuidwest. Noord. Ja, Tilburg-Noord. Ja, Tilburg-Noord, ja. Nice. En krijg jij iets mee van wat City Marketing doet bijvoorbeeld? Jawel, ik volg ook Ticket to Tilburg, Make It in Tilburg. Dus ja, ik volg dat allemaal wel op Facebook, ja. Ja, want je organiseert hele leuke dingen zelf ook. Om eigenlijk die mensen in de stad nog meer naar elkaar toe te brengen. Want ja, leg maar eens uit, wat doe jij precies eigenlijk? Ja, wat ik doe, ik ben jongerenwerker bij Renewed. En naast Renewed zet ik me in voor eenzame jongeren. Jongeren die contacten zoeken. Mm-hmm. En dat doe ik voor Brabant Maatjes samen met initiatiefnemer Brian Vrijzen. Yeah. Zetten wij ons in dus om vrije tijdsactiviteiten te organiseren voor jongeren. En dat kan echt heel verschillend zijn. Van een tocht tot het terrasje. Voor eigenlijk de behoeften van de jongeren. Dat vinden wij belangrijk wat zij in ieder geval leuk vinden om te doen. Ja. Dan heb je ook een pittige tijd gehad, denk ik, of niet? Want het was wat moeilijker om dingen te organiseren. Heb je iets kunnen organiseren afgelopen tijd, zeg maar? Ja, zeker. We zijn nu bezig dus met een nieuwjaarstocht. Yeah. Dus wij proberen heel creatief na te denken altijd. En ja, wandelen mag, hè, buiten. Ja. Ja. Dus dan ga je in tweetallen, ga je wandelen of drietallen. Nu nog, eind januari. Ja, zeker. Leg eens uit. Waarom een nieuwjaarstocht? Nou, omdat, dus wat ik zei, hè, wat jullie ook al zeiden, de jongeren hebben echt geleden. Ze hebben veel niet kunnen doen. Je ziet het ook steeds terug in de cijfers. En toen dachten we, weet je wat, we gaan een nieuwjaarstocht organiseren. Nu eind januari nog. Maar om de goede voornemens naar boven te brengen. Ook, en om te kijken wat er in Tilburg allemaal is qua hotspots. Ja. Hè, want heel veel jongeren weten ook niet wat je in Tilburg kan doen. We komen bijvoorbeeld langs in de Lokhal, we gaan langs Factorium, langs het Kattencafé. Om in ieder geval de jongeren echt positieve vibes te geven. Ja. Maar ook open te zien wat we in Tilburg allemaal hebben. Ja. Mensen die luisteren, een kattencafé, wat moeten ze daar misschien bij voorstellen? Wat is dat? Zitten er heel veel katten? Ja, dat klopt. Oh, er zitten heel veel katten. Ja. Je kunt ze heet ook zo, hè? Oh, dat heet ook zo. Ja, ik dacht, misschien is, kun je daar met je katten zitten met naar elkaar, dat weet ik niet. Katten met katten. Ik vind jou en ik niks. Nee, vind ik ook niks. Maar dat weet ik niet. Als dus. Ook gekund, Piet. Maar er zitten echt katten dus. Ja, ik ben er vorige week voor het eerst even langs geweest. Ja. En toen heb ik van me naar buiten gekeken. Toen zeiden al die katten in dat café. En dan zag ik mensen met katten knuffelen. Zag er zo lief uit. Nou, heel, heel bijzonder. Dus jullie gaan er ook even knuffelen met de katten? Ja, dat gaan we ook zeker doen. Ja, in ieder geval de jongeren die dat leuk vinden om te doen. Ja. We zijn niet verplicht om met katten te knuffelen. Maar als ze dat willen, dan... Hey Kim, als we even los van de wandeling... Brabant Maatjes is een organisatie die is gebouwd rondom eenzaamheid. Ja, als dat ik klopt. Het goed begrijp. Ja. Is dat... wanneer is dat ontstaan en waarom ben je dat gestart? Ik ben dat niet gestart. Ik ben later aangehaakt. En Brian Vrijzen heeft dit gestart uit zijn eigen eenzaamheid. Hij was zelf eenzaam, gamede veel. En op een gegeven moment maakte hij die knop en dacht van... ja, weet je, ik moet er gewoon iets aan doen. Ja. Dus hij kwam op Twitter terecht en is helemaal viral gegaan. Ah, dat verhaal. Met zijn Twitterbericht. Ja, en NOS alles heeft opgepikt, ja. Ja. Ik ben eenzaam en voel me dagelijks eenzaam. Ik zoek een maatje, hashtag maatje gezocht. Ja, en daar is toen Brabant Maatjes uit voortgekomen. En inmiddels, hoeveel jongeren hebben zich daar al bij aangesloten? We hebben een besloten Facebookpagina met 1200 jongeren uit Brabant. Dat is echt insane. Ja, dat is niet weinig, zeg maar. Nee, zeker niet. Het is echt wel een drempel om toe te geven dat je eenzaam bent als jongere, denk ik. Dus ja, dat je dan inderdaad zo een initiatief kan opzetten en dat er ook jongeren daardoor aangespoord worden van, oh, wacht even, misschien... Nee, het kan wel. Ik ben ook eenzaam. Ik ben ook op zoek naar een maatje. Ja, dat is wel iets heel gaaf. Mooi van Brabant Maatjes. En ook van de laatste tijd dat stigma er volgens mij steeds verder van afgaat. En dat je dus inderdaad kunt zeggen, hey, ik ben eenzaam, ik sluit me aan en nu heb ik 1200 vrienden erbij. Ja, ik vind het zo knap. Steeds meer jongeren die vertellen dat. Steeds meer jongeren die gaan ook naar de kranten toe. Die geven aan van, goh, ik ben eenzaam, ik zoek gewoon een maatje. Dit is mijn verhaal. En ik, dat is gewoon prachtig. En zie je mensen opbloeien, zeg maar? Ja, zie je zeker. Het resultaat? Wat gebeurt er dan? Ja, mensen worden positiever ook. Ik zie dan ene keer dan zie je mensen die voor de eerste keer zijn heel zenuwachtig. Soms hebben ze dan gelijk iemand waar ze interesses mee hebben of zelfde interesses. Soms duurt dat wel heel even. Maar je ziet wel steeds meer. Het is ook hartstikke leuk als ze vertellen, oh, ik heb met die afgesproken. Ik heb dit en dit gedaan. We hebben samen gegamed. Of we zijn naar de bioscoop geweest. En daarvoor doe je het ook. Ja, super mooi. En hebben jullie dan de afgelopen jaren ook gezien dat het erger is geworden? Of dat er meer animo kwam door de coronatijd? Ja. Zeker, ook jongeren gewoon die dit nooit eigen hebben ervaren, die dan nou in de corona ervaren dat ze eenzaam zijn. Die snapte op een gegeven moment de andere doelgroep daarvoor, die er altijd eenzaam was. En die kwamen ook bij ons in op de pagina. Ja. En die gaven in een voorstelberichtje ook aan van, goh, wij zijn in de corona nu eenzaam geworden of mijn contacten zijn verwaterd. Ja.
Ja. En zo'n nieuwjaarstocht dan, hè? Wat voor jongeren komen daarop af? Welke leeftijd bijvoorbeeld moeten we aan denken? We hebben leeftijd van 18 tot en met 35 jaar. En dan zit het ook in die categorie. Ik merk wel dat het steeds meer... echt 25-plussers wel meer op afkomen ook. Ja. Ja. En dan uit heel Tilburg? Brabant, ja. Ja, oh, heel Brabant zelfs, wauw. En, en studenten? Ja. Heb je ook jongens en meisjes hier komen studeren en... Die hebben door ook... corona geen aansluiting vinden en dus eenzaam. Want je hoort dat het wel zijn, want studenten ook echt zeker, bedroevend ja, dat klopt, ja. Ja. Is. En samen wandelen of wat jullie doen is werkt echt fantastisch. Die komen ook wel, maar daar hebben we nog wel een slag in te maken. We mogen die mogen altijd bij ons terechtkomen. Ja. Maar we moeten juist wel laten zien dat we voor hen zijn ook. Ja. Ja. En wat zou het percentage aan Tilburgers zijn? Weet je dat ongeveer? Denk je van die 1200 is een derde, een vijfde? Ik denk dat er zeker wel de helft, iets meer dan de helft, wel uit Tilburg komt. Ja. Ja. En, want nou hebben we hier iemand City Marketing. Wat zijn nou evenementen waar we er meer van moeten hebben, denk je? Is er iets waarvan je zegt van nou, als City Marketing een evenement naar de stad kan halen waar mensen zich bij zouden binden, wat voor iets zou je dan zeggen moeten we doen? Nou, toevallig had ik vorige week een gesprek met iemand die doet natuur op recept. En, wat is dat dan? Nature Health by Nature of zo. Dat is ook mensen die eenzaam zijn of zich slecht voelen in groepen mee de natuur innemen. En vaak is een uurtje naar buiten al kan net zo goed werken als een paracetamol, bij wijze van spreken. Ja, misschien wel beter. Ja, dus dat zijn hele goede gedachten. Ja. Dus evenementen buiten. Ja. In de natuur zouden voor eenzaamheid en welzijn gewoon prima kunnen werken. Nice. En misschien Kim, heb jij nog een vraag die je zou willen stellen aan City Marketing? Om je, of een steun die je zou kunnen gebruiken of aan de mensen thuis? Oeh, dat is een hele goede... Ja, ik denk stellen. Misschien heb je nog een vraag voor de mensen die zitten te luisteren. Of misschien hier voor Mark aan tafel. Ja, ik denk vooral, we kunnen elkaar zeker versterken. En naar mij de vraag ook van hoe kunnen we elkaar versterken? Om meer te laten zien dat we er ook allemaal zijn. En we zijn ook een keer ook op Ticket to Tilburg gekomen met onze activiteiten. Gaaf, dat vooral. Ja, we hebben ook een thema, volgens mij het derde thema met Make It. En dat is Social City. Ja. Daar zouden we gewoon een verhaal van kunnen maken voor Brabant Maatje. Maar dan wel op Tilburg gericht, zeg maar. Ja. Om het weer nog een keer in een grotere reportage onder de aandacht te brengen. Nou kijk Kim, hier worden al meteen deals. Dat is maar het is wel mooi hoe dat altijd bij Tilburg gebeurt. Ja, hier worden deeltjes gesloten. En Kim, nog één vraag voor jou, of heel praktisch. Stel ik wil morgen meelopen. Waar, wat, hoe laat, hoe meld ik me aan? Nou, is het al vol? Wij hebben onze Brabant Maatjes pagina. He, ook jongeren kunnen daar gewoon nog lid van worden. 18 tot en met 35 jaar. Maar het is via onze e-mail kun je gewoon aanmelden. En we zijn ook onderdeel van Get Together Challenge. En via Avondje Uit de website kun je ook aanmelden. Dus daar staan we ook gewoon op. Oké, moet goed komen. Leuk. Ja, en het is bij beginpunt is V39. Dus mooi initiatief. Veel plezier morgen. Dankjewel. Bedankt en blijf zeker luisteren, want we hebben daar nog iemand een uitzending. Misschien heeft ook nog wel een leuke aanhaking met Brabant Maatjes. Dus, Oké. Dankjewel. Thanks.